Dit is een bespreking van het derde stukje van paragraaf 14 van Ab Urbe Condita 30. In het voorafgaande hebben we gelezen hoe Scipio Massinissa apart neemt en hem vertelt dat hij, dus Scipio, het meest trots is op zijn zelfbeheersing, met name als het gaat over omgang met vrouwen. Het eerste woord, Hank, slaat terug op die zelfbeheersing van Scipio die hier aan het woord is en hij praat tegen Massinissa. Jij is dus Massinissa. Ik zou willen, ik is dus Scipio, Velin van Velle, ik zou willen, dan daarvan afhankelijk een ACI, dat jij had toegevoegd, jij is dus Massinissa, dat jij deze, dus die zelfbeheersing, ook had toegevoegd aan jouw deugden, aan jouw overige deugden, jou staat hier, en eximias betekent voortreffelijk, aan jouw overige voortreffelijke kwaliteiten. Er is niet, niet mihi crede, geloof mij, zoveel van gevaar, tantum quantum is zoveel als, en de genitivus periculi, die hangt af van dat tantum, zoveel van gevaar. Er is niet zoveel van gevaar voor onze leeftijd, geloof mij, zegt Scipio, van vijanden, van gewapende vijanden. Die gewapende vijanden leveren niet zoveel gevaar voor mensen van onze leeftijd op als quantum. Als er gevaar afkomstig is van genietingen die rondom verspreid zijn, undique overal, genietingen die overal om ons heen zijn. Degene die, qui, eas, dus die voluptates, die genietingen, degene die die genietingen, frenavit, heeft beteugeld, metafoor, een frenum is letterlijk een teugel van een paard, degene die die genietingen beteugeld heeft, met zijn eigen sua temperantia, zelfbeheersing, en die domuit bedwongen heeft, opnieuw de beeldspraak van het paard, zeg maar, die heeft behaald, heeft verworven, peperi het perfectum van parere, die heeft een veel grotere eer verworven en een grotere overwinning voor zichzelf dan wij hebben, habemus helemaal achteraan, dan de overwinning die wij nu hebben, die wij verworven hebben, sifacque victo, door sifax overwonnen zijnde, door het overwinnen van sifax. De dingen die, quai, onzijdig meervoud, de dingen die, fecisti, die jij gedaan hebt, me absente, ablativus absolutus, met mij afwezig zijnde, tijdens mijn afwezigheid, de dingen die jij in mijn afwezigheid strenue ac fortiter gedaan hebt. Strenue is energiek, bijwoord en op dappere wijze. Die heb ik vermeld. Libenter, die heb ik graag met genoegen zowel vermeld als die herinner ik mij. Dat vermelden heeft net plaatsgevonden in het openbaar, toen Scipio de dapperheid van Massinissa heeft geprezen in zijn praetorium, in zijn veldheerstent. En nu zijn ze apart, dus in secretum, aan het spreken. Ik wil liever, hier geeft Scipio een verklaring voor het feit dat hij Massinissa apart heeft genomen. Ik wil liever, te reputare, ACI, dat jij overdenkt de overige dingen met jezelf zelf. Dus ik wil liever dat jij de overige dingen zelf met jezelf overdenkt, dan dat je, hier moet je weer T aanvullen, dan dat je je schaamt medicente, terwijl ik ze zeg, omdat ik ze noem. Dus Scipio zegt, ik heb je nu apart genomen om te praten over die sophoniba, omdat ik niet wil dat jij je in het openbaar schaamt als ik daar ook iets over zeg. Dat doe ik liever met jou apart.